laat u eventjes nu apart bij de man van de luchtmacht. Want hier zijn de grasshoppers. Bij de luchtmacht
waar hij inmiddels al meer dan 1800 uur op de Amateur 3 heeft gevlogen. De Grasshoppers vliegen nu in de Finger Right formatie. Zo dadelijk als de helikopters recht op u afkomen, krijgt u de volgende break te zien, de Spacing Break. Straaljagers. En dit is de Engelse Hawk. Het zijn een stelletje geduchte herriemakers allemaal, hoor. Maar de Hawk is een lestoestel in Engeland. En hier kunnen de Britse vliegers hun brevet ophalen. En dit toestel is ook in gebruik bij de Red Orders. Het mooie demonstratieteam van de Engelse luchtmacht. Helaas niet aanwezig op deze mooie show. Dit is de AT Thunderbolt. Een toestel dat gebruikt wordt voor tankaanvallen. Dus heel erg laag vliegen. En dan je bommen droppen. Dit is de F4 Phantom van de Duitse luchtmacht. Dit is een heel bekende Rus, de MiG-29, een van de modernste Russische jagers. Dit is een NF5, ook gebruikt in de Nederlandse luchtmacht. En deze twee toestellen zijn van de Noorse luchtmacht. En dit is de F16.